dinsdag opnieuw gestaakt in het openbaar vervoer. Dat betekende dat er in de regio Nijmegen zeer beperkt bussen en regiotreinen reden. De staking werd vorige week al aangekondigd en werd gisteren definitief nadat vorige week ook al weinig bussen reden. De FNV wilde voor 8 mei een akkoord over een nieuwe CAO, maar dat is dus niet gebeurd. De buschauffeurs staken voor betere arbeidsomstandigheden. Zo willen ze onder meer langere pauzes om toiletbezoek mogelijk te maken.